Dames en heren, het is 4 augustus 2005 en vandaag beleeft Druten de 31ste dag van Druten. Van harte welkom. We bieden u vandaag een keur aan artiesten en volop vermaak. Ik kijk dan als een Indiaan, let heel goed op mij. Doe mijn hand nu in de lucht, de ander voor je mond. Grijp dan nu je kans en doe de wichtbang. Doe de wichtbang dan! Welkom bij de RTV6 Kinderdisco Show. En hier is uw presentator, Arno van der Pol. Ja, goedemiddag Druten! Hebben we er zin in? Zijn de kinderen die de honger hebben? Ik ga nou heel veel snoep in het publiek gooien. Dus kom even naar mij. En even je handen omhoog. En dan gaan we snoep vangen. Zo, tot. Nou, zo moeilijk is het toch niet, toch? Maar even, is dit alles? Wauw. Oh, nog een zin. Wow, wat een gigantische vuur. En kijk, rood hand in het hout. Ik voel een stukje brand op hout. Hij rolt zo van de auto. Applaus voor Marcel. Privé is ook aanwezig, integreert, niet onder de rokken. Kom je dingen tegen die jij niet wil weten. De dames van het promotieteam van RTV6. Alsjeblieft. Nee, hou me vast, met twee handen, ja. Nee, duidelijk, wacht even. Wie wilde er echt geen t-shirt? Wie wilde er per se één? Nou, stop dan allemaal je hand in de lucht, dat is het makkelijkst. Draai de sleutel maar om. Ja. En dan het bovenste knopje. Ik tel af van 3 naar 0. 3, 2, 1, 0. Zo. Alsjeblieft. En zo was het staan, dat je hem zo hard aan meteen. Kom je dan, hè? Oh, sorry, pas op, maar niks een broekje. En nu is het tijd voor het populairste spel van Druten, de Grat en Piet quiz. Dames en heren, hier zijn ze, Grat en Piet! Ja! Piet, waar is hij? Nou,
vragen, mijn hulp. Kom eens gauw, hè, dus hier. Vuur bij de kroeg is, maar dat is hier makkelijk. Ja, ja, ja. Pit, opschieten! Godverdomme man, Pit! Ik sta hier helemaal. Kom toch op! Nou, zien ze jou, dan herkennen ze jou. Dat zijn al twee mensen zijn. Piet! Ja! 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 Oh, maar we waren eind te fietsen. Oh, we waren de weg kwijt. En dat heeft iets te maken met de volgende vraag. Ik wil weten uit welke windrichting kwamen de drie wijzen toen ze bij ons lieve heertje op kroonvisite kwamen? Uit het oosten! Uit het oosten! Ja, hier hebben we. Hallo lieve mensen, jullie weten natuurlijk al lang, iedere zondag en woensdag om 8 uur zijn ze er weer, de jongens van de radio. Ik ben er af en toe ook wel eens bij, hè. Veel plezier ermee. Hè. Doei! Gaat het goed komen hier? En u het ontvangen, mega waanzinnig applaus. Laat het komen vanuit je tenen. Druten, nu wordt het pas echt gezellig. Maak een waanzinnig applaus voor Teddy Christian! Oké, hebben jullie er een beetje zin in? Wij zijn twee vrienden. Ja, 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 ja. Twee dikke vrienden. Ja, ja. Wij blijven altijd bij jou. Al horen we, kijk naar de jongens van de radio weer. Tot onze laatste en kom maar jongens. Hossa! Fiesta Mexicana, deze avond wordt het voor ons een groot feest. Fiesta, Fiesta Mexicana, zo gezellig is het nog nooit hier geweest. Samen even uit de bol, deze avond zal ik nooit vergeten. Fiesta, Fiesta Mexicana, kom we maken samen vanavond lekker lol. Heel erg bedankt. Danny, mag ik iets vragen? Kan je heel kort iets vragen? Zou je even een bezoekje willen brengen naar de studio? Oké, voor deze keer. Nou, hartstikke top. Mag ik nog een applaus? Gezellig. Gezellig? Heel gezellig. Hebben jullie een handdoek hier ergens? Oh, hier. Ah, oké. Oh, lekker warm. Daar. Dank je. Ja, het is heet. En hoe kom je hieruit? Dat is een tweede. Rustig, Mickey. Alles is goed. Alles is oké. Deze keer mag het. En dan zijn we er. Nee. Lopen jullie even mee? Hoe werkt die deur? Oh. Nee, ik zal even de deur openmaken. Ja. Het is hem, Arigus! Hey! Goedemiddag dan. Hi. Dag, Theo Midden. Alles goed? Ja, prima. Met jou? Jimmy Davis. Hi. Hallo. Theo Midden. Er staan niet veel mensen te luisteren nu dus. Nou ja, we doen het maar voor de vragen. Ja, daarom. Dames en heren. We hebben het al een paar keer gezegd. Hij zei ja op het podium. En een woord, hè. Daar zit hij dan, Danny Christian. Hallo. Goedemiddag, Danny. Ja, goedemiddag allemaal. Verdammt, ik lief dich niet. En je hebt er wel voor gekozen om dit keer toch in Nederlands te vertalen. Ja, het was heel raar. Ik hoorde hem op de radio een paar maanden geleden weer eens een keer. Ik dacht van, wauw, dit nummer heeft niks van zijn kracht verloren. Het heeft gewoon, zoals ik dat dan noem, ballen. Ja, even voor de luisteraars thuis. Ik heb namelijk gezegd, toen ik hoorde dat jij deze kant op kwam, dat wij zouden proberen de camera in de studio ook aan te zetten. En dat mensen konden zien met wie we praten. En dat het de echte Danny was, zeg maar. Nou, dat is even niet gelukt vanwege technische omstandigheden. Maar de tv is aanwezig. Want de jongens van de radio staan hier te filmen. En in een programma van, ik denk, september zal dit interview ook komen. Dus dat is ook nog even leuk voor te weten.
om te weten voor de mensen thuis. Zullen wij snel gewoon even jouw laatste single gaan draaien? Heel graag, want ik moet er alweer vandoor. Je hebt haast, hè? Ja, precies. Ik heb haast, helaas. Ja. Maar ik vond het hartstikke gezellig hier bij jullie. Ik zou graag nog een tijdje willen blijven. Nou, we nodigen je gewoon uit voor een volgende keer, Danny. Als ik in de buurt ben, kom ik heel graag. Oké, nou, hartstikke fijn. En bedankt voor je komst. En nou, we gaan even luisteren. Dit is liefde. Ja, dankjewel. Zou jij voordat je weggaat, maar ga ik even heel totaal in, zou jij een single willen inspreken? Precies. Hallo, ik ben Danny Christian, je luistert naar RTV6. En we hebben een programma Gat en Piet. Met het ja, dat zijn twee jongens, Gat en Piet. En die doen Gat en Piet? Ja. Dit is Danny Christian, natuurlijk op RTV6 in het programma van Gat en Piet. Gezellig natuurlijk. Voor jullie ook? Ja. Hallo beste luisteraars, ik zit natuurlijk nu bij de jongens van de radio. Elke woensdag en elke zondag vanaf 8 uur. Veel plezier ermee. Hartstikke bedankt. En dan gaan we. Kijk. Heel graag gedaan. Oké. Okay. Bedankt ook. Hè. Tot ziens. Hey, tot ziens. Ah. Ja. Tot ziens. Nou, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Ja. Veel succes met jullie. Oké, okay, dankjewel. En Mickey. En Mickey. Nou, tot ziens. Home sweet home. Ja. Yeah. Dag. Hoeba, 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 hop. Hop. Hoeba, 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 hop. Wij vormen samen een parapaar. Goedenavond, dames en heren. U kijkt naar de eerste beelden van ons nieuwe kanaal. We zijn deze zender begonnen en we gaan iets nieuws beginnen. En met het nieuws hebben we ook een nieuw logo en nieuwe muziek. Mijn naam is Bo van Elf Torens. En ik ben... En we gaan nu kijken naar ons logo. Dat was ons logo. We hadden het een kleine storing, het geluid viel even weg. Ik ben... Ja, laten we even duidelijk zijn. Ja. Nu eerst naar de commercials, want we zijn nu naar een commerciële zender. Heeft u ook wel vaker last van zo'n ratelend geluid? Bestel dan nu de Ratel Remover. Het werkt als volgt. De Ratel Remover verwijdert al het ratelend geluid in uw omgeving. Bestel hem nu. Oh. Oh. Au! Au! Sorry! Ah! Ah! Ja, niet. Nou, we hebben een nieuw programma op Salsa. Ja. Het is Gert en Henk achter het behang. We gaan even naar een stukje kijken. Dat was Bert en Henk achter de baan. En volgende week vrijdag kunt u een andere uitzending zien van Bert en Henk Achterbaan. Die uitzending is nu ongeveer 3,5 uur à 4 uur. Het is een vrij lange uitzending, maar het is echt een erg boeiende uitzending ook. En ja, om 8 uur is die geloof ik, ja. Die uitzending, ja. Dan gaan we nu even eruit voor de commercials. Eet gezond, eet een peer. Ik heb het al begrepen, je bent weer terug bij onze nieuwe zender Salsa. Met onze nieuwe zender zijn er natuurlijk ook een hoop nieuwe programma's bijgekomen, maar we maken ook gebruik van een hoop oude, opgekochte programma's. Het eerste programma is Berend en Van Deuren, waar wij nu een klein stukje van laten zien. Het is dinsdagavond, dit is Berend en Van Deuren. Het was Berend en Van Deuren, ik vond het echt geweldig. Ze doen het goed, hè? Ze doen het goed. We hebben geloof ik nu al iemand in de uitzending. Hallo? Hey, met Henk. Hey. Hallo. Henk. En heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien, ik vond het echt geweldig. Jammer van die mankementen, die technische storingen. Ja, 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 oké, okay, ja.
Nou, hou je het oog altijd bij de eerste uitzending. Ja, dat is waar. Wat, ja. wat voor je ervan? Erg leuk. Op een gegeven moment viel het geluid weg. Dat was jammer. Ja, jij hebt het natuurlijk ook de laatste maanden hard gewerkt aan je eigen nieuw programma. Kun je er wat over vertellen? Ja, dat kan ik. Ik vond het een erg leuk programma. Inhoudelijk erg sterk. En ja, gewoon kijken vanavond, denk ik. Ja, daar gaan we straks naar kijken. Ja, zeker. Ja. Dus jij, hoe lang heb je er al aan gewerkt? Hoe heb je een beetje jezelf voorbereid? Ja, ongeveer 2 à 3 dagen tot 3-4 maanden zo ongeveer. Zo'n beetje. Ja, dat is toch live, hè? Het blijft live. Ja, het is inderdaad studio klaarmaken en zo. En dan, wat kunnen we verwachten in de eerste uitzending van de eerste aflevering van Over de Lat? Erg weinig voetbal, verrassend misschien. Veel commercials, veel gauw hoor. Henk, bedankt voor het interview en geen dank. Straks tot ziens. Ja, tot ziens. Dag. 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 Altijd al anonieme telefoongesprekken willen voeren. Met deze stem voor mekaar. Ik denk heel graag. En als je wil. Een hele rare stem. Alles kan. Bestel hem nu. Dat waren weer de broodnodige commercials bij ons hier op Salsa op 10. U wacht natuurlijk nog steeds in spanning af op de Eredivisie 2005-2006. Waar ook bij ons de derde helft erg belangrijk is. Mijn collega brengt hier voetbal. Voetbal. Over de lat noem het. Ook bij Salsa, zoals net gezegd, voetbal. We hebben vandaag maar even 1 wedstrijd en ook het Nederlands elftal komt voorbij. We pakken het allemaal heel anders aan. We gaan een andere manier van filmen. We gaan veel filmen vanuit het publiek. Veel supportersimpressies. En ja, ik stel voor dat we nu maar even gaan kijken naar een stukje wedstrijd. Voetbal, ook hier in Urk deze middag. FC Drimmelen tegen CV de Boerendoeters. Hier een minder bezette tribune. Ja, er is een uitje gepland voor de toeschouwers, maar aan deze kant is het meer beduidend drukker. De toeschouwers van FC Drimmelen zijn allemaal aanwezig. Ja, een goede sfeer hangt er, de koffiebroodjes zijn lekker, petjes gaan er vanaf, dames en heren. Het is een geweldige sfeer vanuit Urk. Dit was duidelijk vanuit de supporters. Ja, het was een mooie wedstrijd. Sorry, pardon. Ik wens je nog een prettige avond. Dat was voetbal hier op Salsa. Dan krijgen we nu nog als laatste onderdeel van ons programma het nieuws. Het nieuws. Moeten we weer aan het water. Live vanuit Studio 4 is dit PSE, Beer, Sport en Entertainment. Zondag 4 september 2005. Het nieuws met Hendrik Jan Bloemenman. Goedemiddag dames en heren, welkom bij het nieuws. Het is hier nu ongeveer 48 graden, maar daarom wat meer bij het weer. Zoals dat ook daar weer rijmt. We gaan nu even kijken naar ons eerste nieuwsitem van Salsa. Terwijl de kamers rustig even vervangen worden voor de nieuwe stekker. U kijkt even live naar weer een bordje in Zuid-Laren. Dan volgt nu een oproep voor de heer B. Botje, varende met zijn schip richting Zuid-Laren. De heer Botje wordt verzocht contact op te nemen met de ANWB Alarmcentrale. Nummer 123-4567. Zijn familie in Amerika vraagt zich af waar hij blijft. Dank u wel. Dit was Ben Botje weer op Salsa. U zult hem misschien vaker terugzien, want hij is erg populair. Het is verschrikkelijk nieuws wat ik nu binnenkrijg zojuist van onze coördinator, redacteur. We hebben een verschrikkelijk bericht voor u te melden. Het is gebeurd in Noord op Zand. Onze verslaggever te plaatsen op het kerkhof. Kijkt u zelf maar.
live vanuit de Loon op Zand. Ik sta hier bij de plaatselijke kerk op het kerkhof. Hier is 12,5 minuten geleden twee personen vliegtuigen neergestort. Politie is nog aan het zoeken en er zijn nu zo'n 335 doden gevonden. Dat tot zover. Als er meer nieuws is, kom op even. Tot volgende week. Of morgen of zo. Wanneer? Dit was het nieuws van vandaag. Daarmee is gelijk de Salsa uitzending uitgeklapt. U kunt er wel even kijken naar de nachtfilms. Heel veel plezier. Tot ziens. Prettige avond. Dat waren weer de commercials zoals u van ons gewend bent inmiddels. we krijgen nu een van onze belangrijkste onderdelen van ons. Dat waren weer de commercials zoals u inmiddels van ons gewend bent. En dan krijgen we nu een van onze belangrijkste onderdelen. Het is inmiddels nog. We hebben een lange nieuw programma op Salsa. Het is. Je moet ook even heen doen. Dus dames en heren, een nieuw gebruik voor na carnaval. Onthoud u hem even. Is het klas leeg? Zet hem op mijn oor en zing het volgende. Ik heb een las op mijn oor. Ja, hoe ging het nou? Geweldig. Ja, was voor mekaar. Ja, zeker? Leuk. Ja, goed publiek. Goed publiek. Is en, ja, nee, geen publiek, daar kan er niks op in. Maar we hadden wel hele... Kut. Hele slimme mensen hier. We hadden hele slimme mensen. Dan moeten we toch ergens iets aan verzinnen. Ik denk dat we heel zin in gaan velden voor deze ontvelden. Zullen we eens even in gaan velden? Ik doe even de echt schoen aan. Wat denk jij trouwens? Ja, veel, dat weet ik wel. Ik heb wat als voor jullie. Dit is een steen. De hele wereld kan er niet in. Heb ik duidelijk? Hier spreekt de vernietiger van de steen. Zonder deze steen zal de wereld binnen 3 dagen ontploffen. Ha, ha, ha. Freddy, piep ons maar op. Eerst 001 en dan 002. Daar ga ik. Ah, alles stoort hier weer. Hallo? Voor ik het vergeet te zeggen, gebruik het bliepsysteem niet. Het hoofdkantoor is niet verantwoordelijk voor wat er met jullie gebeurt als jullie het bliepsysteem gebruiken. Waar ben je? Ik heb geen idee, maar het is wel hoog. We moeten ergens verzamelen. Centrale deur C. Oké, daar ga ik. Niet! Fijn dat je bent gekomen. Voor wie werk je? Ik wil nu dat je zegt voor wie je werkt. Nee, zeg het niet. Binnen 5 seconden ontploft het hele gebouw. Ik tel tot 3. 1. Nee. 2.
meer voor deze maand. Je kunt natuurlijk nog blijven kijken naar de herhalingen. Elke woensdag en zondag. 8 uur, 10 uur, 11 uur en 12 uur. En op www.jongensvanderadio.nl. Iets nieuws.